van dit verhalencafé. Ik zeg bijna, want we gaan natuurlijk allemaal zo nog wat lekkers eten en drinken. Ik ga aankondigen dat 10 december een volgend verhalencafé over dit gebied gaat plaatsvinden. Waarin jullie allemaal weer van harte uitgenodigd zijn. We weten nog niet waar we dat gaan doen. Suggesties daarvoor zijn ook welkom natuurlijk. We zullen dit in ieder geval op de Facebookpagina van Bijcollectie en de Facebookpagina van Echt Rotterdams Erfgoed laten weten. Maar richt je maar even op de Bijcollectie, dat is makkelijker te onthouden. Wij zullen ook de verhalen die we vandaag gehoord hebben online beschikbaar maken. En werken aan een kleinere publicatie waarin we alle verhalen gaan verzamelen die tijdens de verhalencafés terugkomen. Dus voor nu wil ik jullie heel hartelijk bedanken voor jullie aandacht vanmiddag en voor jullie aanwezigheid hier natuurlijk. En ga vooral met elkaar in gesprek even op een veilige afstand natuurlijk. En geniet van al dat lekkers dat Virat voor ons heeft klaargemaakt. Dankjewel. De papieren, dus de journaals, de boekjes op tafel, die mogen jullie meenemen als jullie dat leuk vinden.